Zuid-Limburg vanochtend. Het noodweer trof vooral duizenden bomen. Tot aan het begin van de middag was men bezig met het ruimen ervan. Rond 9 uur gisteravond woedde het noodweer. Hevige rukwinden en onweersbuien zorgden ervoor dat boten kantelden, bomen op auto's terechtkwamen en huizen werden beschadigd. In Maastricht stortte een slaapkamerplafond naar beneden op het bed van een 85-jarige zieke vrouw die even daarvoor toevallig uit bed was gestapt. Kampeerders werden heel zwaar getroffen, rond Valkenburg vooral. Ruim 600 toeristen verlieten de camping vroegtijdig, omdat hun tent of een caravan kapot was. Alles is eigenlijk nat en mijn vrouw is ook van de zenuwen, dus het gaat niet meer. Het houdt op. Het was eigenlijk een soort, want het was nog daglicht. Het was een soort draaiende wind, een kolk zo als het ware, wat over de hele camping ging. Die sleurde alles mee de lucht in. Bomen worden ontworteld en alles. Hier kunt u nog zien, hier, deze den die kwam hier dwars over de caravan te liggen. Op deze camping raakten 10 mensen gewond. Want ik sta gewoon een beetje te bibberen op mijn benen. We hebben zoiets nog nooit van zijn leven meegemaakt, nee. Je was blij dat het voorbij was dus? Ja, ontzettend. We zijn totdat op een kwartier zo'n schade kan aanrichten, dat is onvoorstelbaar. Ook reizigers merkten iets van het noodweer. Het treinverkeer tussen Valkenburg en Maastricht lag de hele dag stil, omdat een deel van de bovenleiding op de baan terecht kwam.